Onlangs is Jaap Cordia gestopt met zijn werk als ambtenaar van de burgerlijke stand in onze gemeente. We zochten hem op in de boei, waar hij regelmatig aanwezig is om samen met andere vrijwilligers mensen met raad en daad bij te staan. Meneer Cordia, wat een aparte naam is dat, Cordia. Ja, het komt uit het Latijn. Het Latijn is een achtervoegsel. Bijvoorbeeld misericordia, dat is barmhartig. Hè? En veecordia is waanzinnig. Nou, misschien zit ik daar dan tussenin. Maar u bent niet voorouders van... Ja, mijn stamboom, voor zover ik die kan nagaan, loopt terug tot 16 zoveel. En dat is een man die kwam als militair in het leger van de prins. En dat was een jansenist, dus iemand, zeggen we, oud-katholiek. Ah ja. Ja. U bent nu gestopt als ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja. En waarom bent u ermee gestopt? Nou, leeftijd. Op een gegeven moment je moet altijd ergens mee stoppen op het moment dat het nog prima gaat. Want als je wacht tot een ander vindt dat je ermee moet stoppen, ben je te laat. Hoe lang hebt u dat werk gedaan? Nou, hier in het dorp sinds 1978. 37 jaar ongeveer. En daarvoor een jaar of 5 in de gemeente Rotterdam en de gemeente Ridderkerk. Oh ja. Dus bij elkaar dik 40 jaar. Hoe gaat zoiets nu in zijn werk? Word je verzocht om dat te doen? Ja. Ja. Nou ja, als je in Rotterdam was altijd een fulltime ambtenaar. En dan als je dan als ambtenaar werkt bij de burgerstand, dan word je vanzelf ook ambtenaar de burgerstand. Maar hier was op dat moment dat ik het werd, was er nog maar één ambtenaar aan de burgerstand, buiten ambtenaar moet ik zo maar zeggen. Tegenwoordig heet dat buitengewoon ambtenaar aan de burgerstand. En dat was iemand die liep tegen de 80 en die is ook korter op werd hij geveld. En Hanemaier, die destijds de secretarie werkte, die had aan op mijn persoonskaart gezien dat ik dus bij de burgerstand in Rotterdam gewerkt had. Oh ja. En die vroeg dus of ik dat niet wilde worden en ik heb daarop ja gezegd. En wat vindt u het leuke ervan? Het mooie? Nou, het mooie is over het algemeen dan twee jonge mensen die verliefd zijn en die dan elkaar een ja-woord geven voor de rest van het leven als het goed is. En daar wat mee te praten. En dan zo'n zaal met mensen toe te spreken. Zo, in de hoop dat je ze wat meegeeft. Ja. Ja. Ja, dat zegt u nou ook. Hè? Ja. De hoop dat je wat meegeeft. Ja. Want het gebeurt, er is dus in het gemeentehuis heb je dan de bevestiging. En vaak komt daarna dan de kerk. Ja. Houdt u daar rekening mee ja, dan? Ja, zeker. Ik heb altijd, dat ik er dan ook wel bij zeg, het zij vooraf, praat je vooraf, het zij in de trouwzaal, dat ik niet de bedoeling heb om het gras voor de voeten van de predikant weg te maaien. Ja. Heb je overleg met elkaar dan? Met de bruidspaar? Met de dominee bijvoorbeeld? Niet met de predikant. Niet? Die vraagt niet een, u zegt, meneer Cordia, wat gaat u zeggen in het gemeentehuis? Nee. Maar ik hou er wel rekening mee dat er dus een kerkhuwelijk volgt. Ja. Maar wat dus ook wel is gebeurd, dat mensen dus niet mochten in de kerk trouwen, terwijl ze dat wel wilden. Dat ze dan vroegen of ik, daar rekening mee wil houden. Ja. Dat ik dan wat uitgebreider op... Zeggen de religieuze aspecten van het huwelijk in de trouwzaal. Ja. Maar hebt u wel eens mensen getrouwd die niet kerkelijk zijn? Ook wel, ja hoor. In Rotterdam. Ja. Ridderkerk viel wel mee. In Rotterdam natuurlijk heel veel, ja. Maar ook hier in het dorp wel. Ja. Maar geeft u dan toch wel iets religieus mee in de toespraak? Nou, dat, op zich kan dat wel. Maar ik ga niet preken. In zo'n geval ga ik niet. Ik leg niks op. Nee. Hoe kijkt u nu terug op de jaren die nu voorbij zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand? Nou, je merkt natuurlijk op een gegeven moment dat ze op je uitgekeken zijn. Want het aantal mensen dat vraagt of je ze
in de huwelijksboot wil helpen stappen, dat neemt af in de loop van de tijd. Dus dan denk je van, maar het is een mooie tijd geweest. Ja. Mensen kunnen ambtenaar kiezen ook? Ja, in principe kan dat. Zeggen van die lijkt me leuk of die. Dat... Ja, er staat op de website tegenwoordig een korte omschrijving van mensen presenteren zichzelf. Heel veel van mijn vroegere collega's doen, kan ik het niet. Ik ben niet in staat om een soort entertainer te zijn. Nee. Nou heb ik gelezen dat u niet zo'n voorstander bent van het homohuwelijk. Nou, zeg maar rustig, dat ik er tegen ben. Ja. En er stond ook in, maar ik weet niet of dat klopt, dat zelfs als een van uw kinderen homo zou zijn, dan zou u dat niet doen. Nee, dat klopt. Dat niet heel erg streng? Nou nee, want er is een alternatief. Kijk, ik heb niks tegen homo's. Laat dat duidelijk zijn. En ik heb er ook helemaal niks op tegen dat mensen van hetzelfde geslacht een zorgplicht voor elkaar wensen te aanvaarden tot in de kleinste details. En daar hebben we dan partnerregistratie voor. Dus ik heb ooit gepleit voor invoering van partnerregistratie voordat de commissie Kortman werd samengesteld. Het rapport van de commissie Kortman heeft ooit geleid tot invoering van partnerregistratie. En daar was ik hartelijk mee eens. Maar een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, dat is geen huwelijk, dat is partnerregistratie. Dat zou dus het geval, er komen twee homo's bij u en die willen graag trouwen, huwelijk. Dan zegt u nee, dat niet, maar partnerregistratie, het zakelijke gedeelte, dat wilt u dan wel doen. Prima, ja hoor. Maar er volgt geen inhoudelijke speech. Ik bedoel, hoe moet ik dat zien? Ja, kijk, als je dat heel zwart-wit stelt, dan zeg je, ik doe het niet. In de praktijk gaat dat natuurlijk anders. Nee. Ik heb het nooit bij de hand gehad, maar als die mensen zouden zeggen, zou je toch wat willen zeggen, dan wil ik dat wel. Alleen zal de inhoud daarvan dan toch wel afwijken van wat ik in het geval van een huwelijk. Ja. Ik bedoel, ik ga het niet hebben over zaken als kinderen krijgen enzovoorts. Dus, voor mij is partnerregistratie een pure zakelijke aangelegenheid. Ja. Dat er tussen die twee mensen ook een affectieve relatie kan zijn, dat is hun particuliere zaak, het is geen zaak van de overheid. En daarom hoort mijn zinziens ook geen huwelijk te heten. Want bij een huwelijk gaat het natuurlijk om een affectieve relatie die tot gevolg kan hebben dat er kindertjes komen. En laten we niet vergeten, het burgerlijk huwelijk was een verplichting, is ingevoerd door Napoleon. En dus het komt mij altijd wat merkwaardig voor dat een plicht in de loop van twee eeuwen dan ineens een recht zou worden. Wat dat betreft vind ik het eigenlijk verbijsterend, maar goed. Kijk, het is er nu en ik heb er geen moeite mee, maar alleen al het feit dat we spreken over homohuwelijk, dat geeft al aan dat men dus zelf ook wel in de gaten heeft dat het niet om een echt huwelijk gaat, want het gaat voor dus homo er niet voor hoeven te zetten. Nee, het is dus het woord huwelijk, want ik bedoel, God heeft ons geschapen zoals we zijn, ik bedoel, we hebben geen inspraak gehad. Nee. Jezus is op de wereld gekomen met zijn boodschap voor liefde voor elkaar. Ja. Dan denk ik, moet je eens horen, wij horen allemaal bij elkaar en we zijn allemaal op weg om het juiste te doen, het goede te doen. Ja. Mag en, je hopen. Ja, proberen natuurlijk. Wordt u wel eens aangesproken op dit standpunt? Van dat u, homo betekent mens, hè? Dat u dus... Homo betekent... In dit geval wordt er toch wel iets anders mee bedoeld. Ja, dat is zo, maar het is feitelijk mens natuurlijk. Ja. Maar wordt u er wel eens op aangesproken nog? Nou ja, er is natuurlijk toen er sprake was van de invoering van het homohuwelijk en later bij de kwestie van de zogenaamde weigerambtenaar ben ik wel door media benaderd voor interviews. Maar dat,
dan mag je je zegje doen, maar het komt er in de praktijk meestal op neer dat dat zegje dusdanig verknipt, verminkt en ingepakt wordt, dat er van je standpunt weinig overblijft, want mijn standpunt is niet politiek correct. Maar goed, ik zit daar niet mee. Nee. U respecteert een andere mening en u verwacht ook dat zij uw mening respecteren. Nou ja, niet, ik heb niet zozeer respect voor een mening als wel voor het feit dat wij de vrijheid hebben om van mening te verschillen. Ja. Ja, het feit dat mijn standpunt, mijn mening niet politiek correct is, duidt al aan dat er natuurlijk voor mijn standpunt geen enkel respect is. In de praktijk merk je ook dat dat ook wel op de persoon gespeeld wordt. Maar goed, dat is dus de intolerantie der toleranten, zullen we dan maar zeggen. U bent gelovig opgevoed. Ja, kerkelijk. Ja. En in de loop der tijd is toen uw mening veranderd? Ik bedoel, leert u iedere dag nog van de ervaringen? Ja, er is natuurlijk altijd sprake van voortschrijdend inzicht. Om het ook te vergelijken dat als je wordt geboren, dan ben je een blanco blaadje, je weet niks. En in de loop van de tijd leer je wat bij en soms dan moet je wel eens een keer een standpunt bijstellen op grond van voortschrijdend inzicht. Maar om nou te zeggen dat ik nu totaal anders denk dan bijvoorbeeld toen ik 25 was. Ik denk dat ik wat milder geworden ben. Maar verder. Nee. Denkt u dat God ook verandert in de loop der tijd? Nee, God is onveranderlijk. Ja, hoe moet ik dat zien dan? Nou, wij veranderen op de wereld, ja, dat gaat maar door. Ja, maar God want wij zijn geschapen door God. En ja. Bedoel, hij doet dat met ons, of zie ik dat verkeerd? Nee, God heeft de mens geschapen, maar mens is in zonde gevallen. En wat er dus allemaal aan narigheid op de wereld is, dat is een gevolg van die zondeval. En dus de mensen toe te rekenen. En ja. Ik vind het zo moeilijk, hè, die zondeval, want wij zijn in zonde geboren, maar ik bedoel, ik heb geen, hè, wat ik net al zei, geen inspraak gehad hoe ik word. Nee. En dan moet je er toch wat van maken. En ik weet nog goed, toen ik jonger was en op seksgebied, een taboe en allemaal schuld. En toen kwam opeens dat boek van, hoe heet hij ook weer, Eustachesse, geloof ik, dat boek van Liefde zonder vrees. Ja. Nou, dat was dan opeens een openbaring dat je minder schuld hoefde te hebben. Ja, wij hebben natuurlijk het nadeel dat die onbevangenheid ten aanzien van seksualiteit op een gegeven moment verdwenen is. Ik heb er geen studie van gemaakt, maar ik heb het idee dat het Victoriaanse tijdperk daar nogal aan heeft bijgedragen. En ook de manier waarop de Rooms-Katholieke Kerk met seksualiteit al van oudsher omgingen. Dus de belofte van kuisheid, die monniken en nonnen en zo moest afleggen. Dat heeft natuurlijk toch, denk ik, de onbevangenheid waarmee de Bijbel over seksualiteit spreekt. Het Hooglied. Ik denk alleen maar het boek Hooglied. Ja, we hebben onszelf tekort gedaan, maar dan kun je God natuurlijk niet verwijten. Nee. We stoppen hiermee met dit, want we kunnen nog wel heel lang doorpraten. Ja. Ik wil eindigen met, hebt u nog misschien een paar leuke anekdotes uit de periode van dat u ambtenaar van de burgerlijke stand was? Hè, met een wat vrolijk eind. Ja, Bunschoten, waar het allemaal over het algemeen nogal normale huwelijk, hè? Dat je zegt van hele normale huwelijken, soms heel pijnlijk, hè? Dus een weduwnaar die, omdat hij kleine kindertjes had, toch maar is gaan hertrouwen, terwijl je zag dat hij met de tranen in zijn ogen stond. Maar vanuit mijn Rotterdamse periode, dat is natuurlijk toch, het is een wereldhaven. Ja. Wel grappige dingen meegemaakt. Het leukste. Er was een keer een zoon van een havenbaron en ik was bijzitter toen, bij dat huwelijk. Die zei
op de vraag van de ambtenaar van de stand of hij zijn jaarwoord wilde geven. Toen draaide hij zich om naar zijn vriendjes, allemaal van die studenten, van die korpsballen. En hij zei van, nou, wat zullen we zeggen? En toen zei die ambtenaar, mijn collega, die was, dat was mijn chef ook, die was nogal gegriefd door, die voer dat als een belediging. Die klapte dus zijn papier, zijn map dicht en die beende de zaal uit. Die zei, dan maar niet. En toen hebben ze hemel en aarde moeten bewegen. Ja. Die Haagbron kende, dat was toen burgemeester Thomas de persoon. Oh ja, 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 ja. Die heeft toen Thomas opgebeld en die heeft toen, nou, uiteindelijk hebben ze dan de jongste bediende bij wijze van spreken gevonden, die aan het eind van de rit dan dat huwelijk toen heeft voltrokken. Kijk eens aan, ja. Ja, dat soort dingen. Ja, maar, ja. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een hoe heet zo'n, ja, een notoren, homoseksueel die zichzelf prostitueerde, dat hij in het huwelijk trad met een, dat was ver voordat de Europese Unie, zelfs de EEG, de EEG was er al wel, maar Denemarken zat daar niet bij, dat er een Deense prostituee die een Nederlands paspoort wilde hebben met hem, dat kreeg hij toen nog min of meer automatisch, dat hij in het huwelijk trad en toen heeft de Verenigde Politie, die heeft dat huwelijk gestuit, wat juridisch helemaal niet kon toen. Is toch gebeurd. Die dame is over de grens gezet. En toen dus de rechter uitsprak dat dat een onrecht was, was ze al weg. Ach, ja, ja. Zo, dat, ja. Dat soort, ja. Ja. Maar het leukste vind ik zelf, nou, dat is helemaal niet leuk. Maar dat was in Ridderkerk. Dat was een danseresje van een ploeg uit Roemenië onder Ceausescu. Heel mooie meid. En die kwam trouwen, die ging trouwen met een knul die nog niet eens zijn eigen fetus kon strikken, letterlijk. Oh, ja, ja, ja. En die heb ik getrouwd en een trouwboekje uitgereikt, gelijk ook het Nederlands paspoort. En de andere morgen stond moe met die zoon, allebei jankend bij de balie, want die meid had nog dezelfde avond de benen genomen. Ja. Van de verhalen. Ja. Ja. Hoe nu verder? U bent nu geen ambtenaar meer, maar u werkt hier wel als vrijwilliger in de boei. Ja. En dat geeft u ook veel voldoening? Ja hoor, je helpt mensen die problemen hebben, soms eenvoudige, gewoon formulieren invullen, briefjes schrijven, maar het gaat ook wel eens verder. En echt mensen in nood ook helpen voor zover die dan door de gemeente of door maatschappelijk werk, maar ook wel door kerken naar ons worden verwezen. Ja. Ja, ja, ja. Meneer Cordia, ik dank u voor dat gesprek. Ik wens u veel gezondheid toe. Ja, dank u wel. En veel, dat u veel goede dingen hier nog voor de medemens kan betekenen. Ja, ik hoop het ook. Dank u voor het gesprek. Ja, dank u voor de goede wensen.